Kijk nou eens wat een prachtige dag het is. Super mooi weer, blauwe hemel, zonnetje erbij. En dit is wat wij boswachters nou echt technisch weer noemen. En met technisch weer, dan ga je even buiten spelen. En laat het nou net zo zijn dat de visarenden op trek zijn. Die gaan van het noorden naar het zuiden. En tijdens die trek blijven ze heel vaak een tijdje op één plek zitten. Soms wel een paar weken. En hier op het Naardenmeer zijn er de afgelopen week al 3 gesignaleerd. En ik hoop dat ik jou er nu ook eentje kan laten zien. Dus ik heb mijn verrekijker mee. Mijn broekspijp een beetje opgerold. Want dan kan ik er een beetje bruin worden. Want je moet het er een beetje van nemen natuurlijk. En als je zelf een visarend wil zien, kan je die ook wel zien bij de randmeren, bij grote rivieren of bijvoorbeeld in de biesbos. Maar wees er wel snel bij, want ze vliegen weer door naar het zuiden. Nou, het is hier prima uit te houden. Voetjes in het water. Beetje kleur op doen. En ondertussen die lucht een beetje in de gaten houden. Hè? Want echt een grote vogel een visarend. Dus je kunt hem ook niet missen. Dan zie je gewoon schaduw al over het water komen. Maar tot nu toe zie ik vooral een prachtige blauwe lucht. Maar goed, er zijn ergere dingen. We wachten gewoon nog even af of die zometeen alsnog verschijnt. Ik heb geen visarend gezien, maar ik ben wel even lekker afgekoeld vandaag. Er zijn ergere dingen dan een baan als boswachter. Tot volgende week! Kijk! Zit ik met mijn natte pak op die boot? Komt die visarend alsnog over? Je begrijpt wel, nou kan mijn dag helemaal niet meer stuk. En ik ben lekker afgekoeld. En daar, in de verte, met de verrekijker kan je hem goed zien, maar goed, op de camera misschien iets minder. Komt hij dan toch nog even langs. Dus echt jongens, ze zitten er echt de visarenden. Ga erop uit. Neem je verrekijker mee, dan kan je echt zien hoe mooi deze vogel is van dichtbij. Echt een topbeestje.